Emmen begonnen dus met een gelijkspel bij Cambuur en een gelijkspel thuis tegen VVV. De Graafschap dus 4 punten na de eerste 2 wedstrijden van dit seizoen. 0-0 tegen ADO Den Haag. Hele moeizame wedstrijd op de eerste speeldag. En afgelopen maandag de eerste overwinning van dit seizoen voor de Graafschap op bezoek bij Jong Ajax. Goeie opening hier van Buettner. Önal. Hier zit wel wat in voor de Graafschap. Önal. Hardeveld heeft het lastig in de openingsfase. De bal wordt voor het doel gekopt door Colijn. Colijn voor het eerst in actie voor de Graafschap op de Vijverberg. Na zijn debuut afgelopen maandag in de wedstrijd in Amsterdam tegen Jong Ajax. Fortes. Oh, dat is een mazzeltje voor de Graafschap. Bal schiet door voor de voeten van Brittijn. Goed gepakt door Jan Hoekstra, dat was nodig ook. Dat kan gewoon hè, op de Vijverberg. Als Emma op bezoek is, in je Emma-shirt, tussen de supporters van de Graafschap plaatsnemen. Emma dat hier op weg is naar een serieuze kans. En een goal wilde ik zeggen, maar de redding is van Mees Bakker. 100% kans voor Desley Ubbink. Goeie aanval, misser van Schenk. Partycheck opent. Heel veel ruimte hier voor Ubbink. Die er langs is. Maar uiteindelijk dus strand op Mees Bakker. Zo is de Graafschap gewaarschuwd. Bijna de kopkans voor Partycheck. Bal nog binnengehouden. Hardeveld. Dat is een lekkere bal. De bal blijft liggen, maar echt ruimte om uit te halen is er niet voor El Messaoudi. Zo mag de Graafschap in de eerste 20 minuten het meeste balbezit hebben gehad. De beste kansen zijn voor de ploeg van Fred Grim. Hoekschop, daar heeft de Graafschap het moeilijk mee. Kopbal was van Scholten. Paas van Fortes is perfect op maat. Goeie bal. En dan moet het een goal zijn, maar die gaat er niet in. Philippe Brittijn lijkt te twijfelen. Wat een ruimte ligt er dan opeens voor de Graafschap na die splijtende paas. En eigenlijk touw je hem hier al. Brittijn. Burnett. Zoveel tijd krijgt hij niet. Schop hem maar. Die zich behoorlijk manifesteert daar aan de linkerkant. Gaf al die goede voorzet. Waar de grote kans van Brittijn uiteindelijk uit voortkwam. Voorzet van Buettner. Lekkere bal van Buettner. En dus Mahi net naast. Schitterende voorzet. Alexander Buettner. De controle is er prima bij Mimoun Mahi. En via de bips van Dirksen naast. Hier het misverstand tussen Hille en Buettner. Buettner heeft veel last. Hij heeft volgens mij behoorlijk veel last van zijn neus. Zo te zien. Na die botsing met zijn eigen ploeggenoot, met Hille. Buettner is er weer klaar voor. En mag denk ik ook het veld inkomen van de scheidsrechter. Hij is er niet knapper op geworden. Hille, Schenk, Flacus Bozilje, niet te belopen voor Önal, vlak, goed ingespeeld, maar dan zit er nog net een voetje tussen. Beetje geluk hier voor die Sloveen, Kieftenbelt is gezien, goed gespeeld, Flacus Bozilje, Colijn, ook niet helemaal zonder geluk en een goede redding van Jan Hoekstra. Eigenlijk pas de eerste mogelijkheid in de tweede helft. En die is voor Simon Colijn. Publiek schrikt weer wakker op de Vijverberg. Want er gebeurt niet veel in de tweede helft. Fortes bij de tweede paal komt daar koppen toe. Nog een keer Fortes. Uitverdedigd door Kieftenbelt.
Brentijn, goede bal van Schenk. Vlakhoes Borzilië voor het doel. Oei, 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 dat was de kans voor de Graafschap. Prima voorzet van Brentijn. Emme ontsnapt hier aan het tegengoal. Scholten, Brouwer. Scholten wil hem terug. Scholten krijgt hem terug en in de korte hoek is het raak. Via Ben Scholten. De voorsprong voor Emme. 10 minuten voor tijd. Uit het niets. Scholten verrast Mees Bakker in de korte hoek. Daar moet de keeper meer doen. En Emme staat op voorsprong. Opnieuw is er applaus en een mooi spandoek voor de overleden Herman Schutte. Die dus voorafgaand aan deze wedstrijd ook al werd herdacht met een minuut stilte. Erelid van de Graafschap. Oud-voorzitter van de supportersvereniging. Hier is de kans voor de Graafschap. Bijna ook de goal voor Colijn. Die bal wordt heel knap weggekopt door Julius Dirksen. Meestal komt er in zo'n slotfase dan nog één hachelijk moment. Maar misschien was dat wel zojuist. Want heel veel tijd is er niet meer. Pacicek. Toch nog een keer balverlies van Emmen. Fortes. Hille. Pompt de bal nog richting strafschopgebied. Daar wordt wel geknokt. Unal. Blessure bij Emmen. Vlak onderschept en dan gaat de bal over de achterlijn en komt er nog een hoekschop. In de 8e minuut van de extra tijd. Opstootje nu. Ligt een speler van Emmen dus al een tijdje daar geblesseerd in het strafschopgebied. De scheidsrechter komt inmiddels ogen tekort. Eén hoekschop nog voor de Graafschap met Mees Bakker, de keeper van de Superboeren in de 16. Emme is ontzettend dicht bij de overwinning. De hoekschop van Buettner. En dan is het klaar. Het laatste fluitsignaal klinkt. En Emme wint voor het eerst in dit seizoen een wedstrijd. Het speelde de eerste twee competitiewedstrijden met 2-2 gelijk. Maar het wint hier uiteindelijk met 1-0. Dankzij de winnende goal van Ben Scholten.